defense, books and pens. I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends. We zijn klaar om te vertrekken. Of toch niet? Dat lijkt er meer op. Nu zijn we klaar om te vertrekken. Vandaag trekken we op expeditie in Belgium. Belgium ligt in West-Vlaanderen en is een deelgemeente van Kortrijk. Komen jullie mee? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Waar zouden we ons hier bevinden in Belgium? Laten we eens kijken op de kaart. Kijken welke kaart we zullen gebruiken om ons te oriënteren. Ja, ik heb ze gevonden. Belgium-Kortrijk. Oei, we zitten met een probleem. Er staat geen noordaanduiding op deze kaart. Wat moeten we hiervoor doen om de noordaanduiding te vinden? Er zijn twee manieren hoe we ons kunnen oriënteren hier in het landschap. Manier nummer 1. Landschapselementen. Hebben we in deze omgeving landschapselementen om ons te oriënteren? Maar ja, zeker. Kijk daar, een bos. Met dit landschapselement is het niet moeilijk om ons te oriënteren. Aangezien dit bos in twee helften mooi is verdeeld, kunnen we onze kaart mooi oriënteren. Namelijk, dit is de linkerhelft van het bos en dat is de rechterhelft van het bos. Ziezo. We hebben ons georiënteerd en kunnen verder. Mochten er geen duidelijke landschapselementen in de buurt zijn, is het nog altijd mogelijk om ons op een andere manier te oriënteren. Namelijk met het kompas. We houden het kompas bovenaan op de kaart. We kijken naar de rode pijl om te weten waar het noorden is. Nu is het nog van belang om onze blauwe lettertjes juist te plaatsen. Namelijk de N van het noorden. Ziezo, dit is gebeurd. We kijken nu naar het landschapselement om te kijken in welke richting deze ligt. Namelijk het oosten. Na een lange wandeling te hebben gemaakt, zijn we eindelijk aangekomen hier in Belgiumbos. Ook hier in het bos kunnen we ons oriënteren. Namelijk via deze bomen. We kunnen zien aan deze boom dat hij een moslaag heeft. En dat komt door de vele regenval uit het oosten. Ook aan deze zijde van de boom kunnen we ons gaan oriënteren. Namelijk via deze plekken. Dit toont aan dat er bijna zo goed als geen regenval is geweest aan deze kant van de boom. De diepe nerven tonen dit als een soort van uitdroging. We bevinden ons hier aan de westkant. Volgende week gaan we verder op expeditie oriënteren. Nu we het oriënteren onder de knie hebben, gaan we verder doorheen West-Vlaanderen. Van Kortrijk naar Roeselare, naar Turhout en met eindbestemming Oostende. Tot volgende week! Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell. Shoes, walking blues, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends.